In deze vierde aflevering van het programma De Jacht gaan we zoals gewoonlijk met Janus en co. de vele jacht- en natuurgebieden bezoeken in en om het Moeressers. En deze maal volgen we Jacques Thijssen, geboren in 1835 en auteur van ontelbare boeken de natuur betreffende. En oprichter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonument. En in een van zijn boeken zegt hij dat Moeressersbroek een van de mooiste vogel- en natuurgebieden van Nederland is. En in een van zijn verhalen volgen we hem vanaf het Allemansgoed, stroomopwaarts langs de Roosup, het Hilsveen en Kummerbe uit in het Helsbroek. En wie kan ons dan beter begeleiden als Janus, die geboren en getogen is aan de border van de Roosup? En dus gaan we met Janus op deze prachtige en bijzondere wintermorgen van de 31 januari de natuur. Ja, een bijzondere dag, ja. Vooral als we terugkijken naar 1953. De watersnood. In februari, morgens toen we opkwamen. Ja. Dat een grote bericht was van de grote overstromingen en de 1800 zoveel mensen toen verdronken. Velen met Janus zullen deze datum van 31 mei op 1 februari nooit vergeten. De grote watersnoodramp van 1953. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Tientallen dorpen werden overstroomd en van de buitenwereld af. Na deze korte terugblik vervolgen we onze weg richting Moeressersbroek. Ja, ineens verderop kunnen we rechtsaf en kunnen we rechts naar het veen gaan kijken. Het zou misschien mooi zijn als er heel veel vogels zitten. Vertel eens, we zien hier op de achtergrond een heleboel watervogels. Waar zijn het voor iets? Er zijn veel trekvogels. Een trekvogel van de Noorse landen, hè? Boven van Zweden, Lapland, noem maar op. Dat zijn de grote broedgebieden voor in de zomerdag. Maar dan wordt het najaar, hè? Dus daarboven wordt het dan eerder donker hier. Wij zitten op 21 december, zeg maar, met 8 uur licht, van 8 naar 4. En dan komen ze van noorden, wordt het allemaal niet licht. Dus ze moeten fourageren en dan trekken ze naar het zuidelijke. En dan komen ze hier dus hier naartoe. Wij hebben dus dan ook een optrek voor, vooral in het land Nederland, met de water gebeuren. Er zitten er heel veel, honderdduizenden smieten, taringen, ganzen, eenden, niet te vergeten. En nog andere, dus watervogels, die allemaal dus in de zomerdag helemaal bovenaan in Europa zitten. Mogen jullie op trekvogels jagen? Op trekvogels, degene die open zijn aan de opgejagen mag worden, zijn er bij toch niet op mogen jagen. De talingen, de smieten en die bochtjes. Waterwild dan, daar moet je dus heel veel waterwild, moet je er niet op jagen. Maar er zijn wel ganzensoorten, moet je er wel op jagen. Die er echt heel veel zijn hier in Nederland. Dus, en de eenden dan, ja, dat is gewoon een jachttijd. De jachttijd op de eenden, zei je net, is tot en met 31 januari. Dus, na vandaag geen jacht meer op de eenden. Maar nu we het toch over eenden hebben. Ik zie daarachter op het ven een mooi koppeltje eenden zwemmen. Zijn die er heel leven bij elkaar? Nou, die zijn niet voor het leven bij elkaar. Die koppelen dus ook samen al heel vroeg, al voor het nieuwjaar, zeg maar. Hè. Om ze naar januari, dan zie je daar koppeltjes. Maar die gaan dus heel vroeg. Eenden zijn ook heel vroeg mee legsels maken en vroeg eieren leggen. Eenden zijn dus samen voor de populatie dan, dat er de woer bij is. En dan wordt die gebroed door de fruitjes heen en de woer die is weg. Want die cyclus hebben gehad, hè? Dus, ja. Dat die eieren dus gebroed worden en het komen de jongen. Dan is dat gewoon voor de moeder met de jongen. En die jongen die duiken direct als ze uit de schelp komen, uit het ei komen, in het water. Wie zorgt ervoor? Die moeten meteen zelf gaan eten, die worden niet gevoerd, net als voor de andere vogeltjes. Waar leven die kuikens van? Wat voor voedsel hebben zij nodig? Pinnen en vliegen en water. Water, vlooien en noem maar op. Daar leven die kuikens van. Ik zie heel veel eenden met een groene kap. Meer dan anderen. Die zijn in de overkap. Ja, maar zijn woerden. De woerden, de mannen die zijn, dat zijn die groene kap. Die hebben een heel mooie kleur. En die ziet er meer dan gewoon de grijze, de gewone eend. Maar daar zit hem, ja, waar zit hem daar dan in? Ik denk dat het meer hem zit dus in het voorjaar, dus de broedtijd. En er zijn heel veel eenden, er zit dus ook veel schadelijk wild hier in Nederland, veel meer dan dat er vroeger was. Nou, komen dus als je op de grachten kijkt en op het water, zie je veel van die groene bij elkaar. Dat zijn de woorden. Omdat er dus minder vrouwtjes zijn, maar die zitten in het voorjaar te broeden. En als ze dan niet te ver, als ze bij droog zitten, hè, want er zitten meestal minder eieren dan, zijn dus een prooi voor de vos.
de vos zeker. Maar ook andere, de rijken en zo, als je bij kan komen, die lusten ook eieren. En dus, maar de vos is meer degene die zijn vrouwtjes eend kan pakken s'nachts en alles is vernield. Hè. En daarom heb je, denk ik dus, veel meer woerden op het water over dan eenden. Nou ben jij lid van de wildbeheereenheid. Houden jullie in de gaten waar je op schiet, op de woender, op de gewone eend of welke dieren? Ja, dat is wel. Ja. Dat heb ik altijd al gezegd. Dan zeg ik, ja, die anderen weten dat ook wel. En hebben we dan ook goed altijd over. Schiet alleen maar op de woerden, dus op mannen te zijn en niet op de eendjes. Eenden hebben we de populatie nodig. En de woerden die zijn er meer als eendjes, die zijn er niet meer. Wanneer je zeg maar 100.000 eenden zou zien, jongen komen, dan is dat een beetje half om half. He, dus vrouwtjes en mannetjes. Maar door het jaar heen zijn er meer vrouwtjes die de verongelukte weg pakken op het schadelijk wild. Van alle kanten, buizen, het haviken en noem maar op. Dus daar zijn er minder van dan woerden. En daarom zeggen wij, houd naar een woord aan, dan heb je dus geen schade op de vrouwtjes heen, die voor de populatie. Want die hebben gewoon nodig. Ja, nodig. Het is heel mooi dat je die laat vliegen. Als ik zei, ook een aalscholver. Zijn er ook dieren die uit het noorden komen of zitten die hier? Nou, hier in de zomerdag zitten hier ook nogal met aalscholvers. Vooral daar bij die visrijke gebieden in Noord-Holland en zo, rond Utrecht. Maar hier zitten ook wel eigenlijk, maar in het noorden zijn er zonder meer aalscholvers. We hadden straks over de eenden, maar er zijn heel veel ganzen neergestreken hier in het Noord-Gesterse. Hoe zit hun familieleven in elkaar? Want de ganzen is voor het leven, hè? Dat weet je wel. Er zijn er al veel. Die hier weer wegvliegen naar het noorden van Europa. Om dus heel vroeg bij de toenderas te willen zijn. Om daar al weer bezig te zijn met de legsters. Die gaan zeg maar 5-6 jongen daar grootbrengen in een record tijd. En dat zijn de grote broedgebieden, want in de zomerdag hebben ze bijna wel een heel stuk erbij. Wat 24 uur per dag leeg blijft. Dus die ganzen die hebben de tijd om dus te fourageren daar om heel snel. Heel goed te groeien, maar ze hebben de hele nacht kunnen eten. Ze hebben geen 8 uur of zo rust, want dat doen ze dan niet. Dan komen ze wel hier naartoe. We hebben al ganzen gezien die echt wel, die hebben een laag vet op er zitten van de goede gras, dat ze boven allemaal gegeten hebben. En dan komen ze hier overwinteren. Heel veel eten hebben ze niet nodig, want ze kunnen op de vet gewoon een beetje interen. Maar ze kunnen hier ook op de weilanden liggen ze dan ook nog wel op overdag, want de gans. Dat is eentje die ligt s'nachts op het water en die ligt overdag op de weilanden. En een eend is andersom, die ligt overdag op het water en s'nachts op de weilanden. Ja, dus we hadden het net over de duiven. Jullie mogen erop jagen? Ja, de houtduif is gewoon, valt gewoon onder de jacht. Die kunnen gewoon jagen tot 31 december. En daarna mogen erop jagen wanneer ter voorkomen van schade. Die jacht is dan eigenlijk dicht, maar dat is met konijnen ook. Ter voorkomen schade, maar ook konijnen schieten, ook in de zomer. En dus met die duiven ook, ter voorkomen van schade. Het ook over jagen. Wat vind jij lekker een specialiteit van de duif? Bijvoorbeeld die dikke duiven of die van het noorden komen, wat zijn de lekkere duiven? Daar maakt niet zoveel uit. He. Want je hoort wel vertellen dat die duiven die fourageren op spruiten en kool een sterkere smaak hebben en niet zo lekker zijn. De koolduif noemen ze, de koolduif. Dat komt dus van de kolen zitten. Ja. Maar dat is ook net groen is. Als je net nou een beetje sneeuw hebt, maar je hebt veel sneeuw, dan zitten ze in de winter echt nog alles op de kolen. En daar noemen ze koolduif. Ze zitten graag kool eten, dus groente eten. Ja, dus ze kunnen dan anders niet vullen. Zat goed aan op de grond. Dus ze moeten gaan zoeken. Nu we toch zo'n schadelijke duif in de diepvries hebben, jij weet natuurlijk wel een goed recept. Ik doe meestal die duiven dan de bosjes uitsnijden en de rest maak ik er lekker soep van. Dus ik ga niet floren hoor, echt wel niet. De billen, alles wordt lekker gebraden. En borst, de rug en nek en zo ook. Maar de borsten dan, die snijden mooi uit en die kunnen mooi biefstukjes lekker in de pan in de boter pakken. Dan maak je het op naar smalle van noorden zijn of van dikke van hier. Het is allemaal lekkere duivensmaak. We spreken met Janus af dat we de volgende keer ons zullen bezighouden met zijn culinaire hoogstijd.